permanent beta is misschien wel een soort van mini-leven in één dag. Waarin als je 's ochtends binnenkomt, je niet weet hoe je 's avonds naar buiten gaat. Maar ik weet wel één ding, dat je op een positieve manier gemotiveerd wordt in de ideeën over de wereld. Dus je wordt gewoon een beetje gelukkig. En die man stond daar en die zegt een verhaal af en iedereen luistert. Het was zo pakkend en zo sterk. Ik heb een presentatie gegeven over virtual reality. Hoe dat eigenlijk in de jaren 50 is begonnen en hoe dat met name de laatste jaren een vlucht heeft genomen. Waar nu heel veel toepassingen voor zijn. Je moet je voorstellen, dat beeld dat wij opnemen, dat kunnen mensen later met zo'n VR-bril bekijken. En ik heb dus geprobeerd te laten ervaren hoe het is als een hele groep mensen om je heen je uit staat te lachen. 30 euro voor die homebot. Toen zag ik opeens het ijs opbouwen op mijn voorruit. Dat is zo'n meteorologische situatie die ik wel een keer in theorie geleerd had, maar nog niet meegemaakt had. Ik wist alleen dat dat heel ernstig fout is. Ik zou zeggen tegen iedereen die hier nog nooit geweest is, kom gewoon heen, laat je verbazen. Het verbreedt je horizon. Inspirerend. Kom gewoon kijken, het is verrassend nieuw.